En het is het eerlijke verhaal van hoe dat ik en mijn moeder elkaar zijn kwijtgeraakt tijdens de pandemie. Omdat we heel anders over dingen gingen denken. En het is ook een hoopvol boek, zeg ik er meteen bij. Want het gaat er ook over hoe dat je elkaar weer kunt terugvinden als je zo anders naar de wereld bent gaan kijken. Precies. En ik kon me niet verbinden tot de informatie waar mijn moeder tijdens de pandemie af en toe mee kwam. Mm-hmm. En daarmee wees ik ook haar emoties af. Mm-hmm. Maar ik kon me wel verbinden met de angst die zij voelde. Ja. En dat zij gewoon slecht sliep omdat ze zich zorgen maakte over de gezondheid van haar kinderen. Dat vond ik natuurlijk vreselijk. En de ondertiteling van alles was liefde. Ja, en keuzes die je uit boosheid maakt zijn vaak niet de beste keuzes. Je luistert naar Coachen 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen FM. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. En dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier wederom met Marten Walter. Marten, welkom in de podcast. Dankjewel. Heel leuk om je weer te spreken. Je was eerder te gast in episode 48. En de aanleiding was toen ook een heel mooi boek. Wat een baas. Een heel eerlijk boek over ondernemerschap. En je hebt nu weer een boek geschreven. Dat is een totaal ander boek. Een heel bijzonder boek, denk ik. Ja. Ik ga er heel graag over in gesprek met je. En neem ons eens mee, waar gaat je nieuwe boek over? Hoe heet het en wat is het thema? Het is wederom een heel eerlijk boek. Dat is hetzelfde. Het heet Ik wil gewoon mijn moeder terug. Met de ondertitel Hoe we elkaar kwijtraakten door polarisatie. En het is het eerlijke verhaal van hoe dat ik en mijn moeder elkaar zijn kwijtgeraakt tijdens de pandemie. Omdat we heel anders over dingen gingen denken. En het is ook een hoopvol boek, zeg ik er meteen bij. Want het gaat er ook over hoe dat je elkaar weer kunt terugvinden als je zo anders naar de wereld bent gaan kijken. Wat een mooi en belangrijk thema. Ja. Waar zullen we beginnen? Goeie vraag. jij hebt een hele mooie vragenlijst daar. Zeker, ja. Kun je ons een beetje meenemen in het proces. Wanneer besloot jij dit is een boek waardig en hoe is het toen gegaan? Dat heb ik besloten eigenlijk een combinatie van factoren. Ik zag iemand op Instagram die vroeg zich af van goh, zijn er nou echt mensen die zich autonoom verklaren en wat een gekkies en wat een wappies en hoe kan dat nou? Die vroeg zich dat af en toen dacht ik mijn moeder is een van die mensen. En zij kon zich daar niks bij voorstellen. In combinatie met dat ik in diezelfde periode het spotje van de sierenreclame hoorde. Ben je een geliefde aan het verliezen of ben je een discussie aan het winnen? Mm. En dat ik een essaywedstrijd voorbij zag komen. De Joost Zwageman essayprijs. En toen dacht ik, ik wil in eerste instantie voor mezelf eigenlijk opschrijven wat er nou precies gebeurd is. Dus ik schreef mijn allereerste essay. Die vond ik zo persoonlijk dat ik hem niet durfde in te sturen voor de Joost Zwageman essayprijs. Maar toen heb ik hem wel naar mijn redacteur gestuurd van mijn vorige boek. Eigenlijk heel erg op de bonnefoy van goh, kijk, ik schreef een essay. Misschien vind je het leuk om het te lezen. Zij wist ook dat ik met mijn moeder een lastige periode achter de rug had. En die appte me in diezelfde week terug van goh, mocht je hier ooit een boek van willen maken, dan ga ik daar heel graag met je over in gesprek. Want het is echt het is heel mooi geschreven en volgens mij zit er een boek in. En toen dacht ik in de eerste instantie nog, nee, dat zie ik helemaal niet voor me. En ik ben een managementboekenschrijver en helemaal niet non-fictie. En het is ook wel heel persoonlijk. Maar toen hebben we een oriënterende meeting erover gehad. En toen eigenlijk onderweg daar naartoe viel dit idee soort van in mijn brein. Terwijl ik in de trein zat. Mm-hmm. En toen heb ik een proloog geschreven. En toen dacht ik, dit is een boek. En dat moet ik wel aan mijn moeder vertellen. Want ik ga ook niet zomaar een boek over haar schrijven als ze daar niet vanaf weet. Dus toen was ik heel zenuwachtig met haar afgesproken. We hadden toen al wel weer contact. En toen heb ik verteld dat dit idee bij me binnen was gekomen. En de proloog voorgelezen. En toen zei ze heel mooi, je hebt niet mijn toestemming nodig. Maar ik geef je wel mijn zegen. En toen stond het 3 maanden later een eerste versie op papier. Dus dat is heel snel gegaan. Zo, inderdaad. Ja. Dus even voor het plaatje. Je had een prima relatie met je moeder. Je had zelfs een bedrijfje samen met haar. Klopt. Jullie maakten samen een podcast, geloof ik. Podcast, ja. En tijdens de pandemie zijn jullie elkaar kwijtgeraakt eigenlijk. Ja.
En nou ja, de luisteraar weet inmiddels, jullie hebben elkaar ook weer gevonden gelukkig. Dus dat is heel fijn. Ja, maar dat ging niet van de slag of stoot. Nee. Dat is een heel proces geweest. En daar heb je eigenlijk op een hele mooie manier op verslag van gedaan. Ik heb het boek nog niet uit, maar ik ben het aan het lezen. En het feit dat ik het niet uit heb, is totaal niet aan jou te wijten. Want het leest echt heerlijk. Het leest als een detective. Er zitten hele echt oprecht spannende passages in. Ja. Die ik nu nog voor me zie. Gewoon in kleur en beeld, zeg maar. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in zo... Ja, hoe raak je je moeder kwijt als de relatie als die goed is? Natuurlijk de pandemie, je bent niet de enige. Er is zelfs meer dan 1 miljoen Nederlanders is dat overkomen. Maar hoe is dat bij jullie gegaan? Nou, die podcast die je net noemde, die we samen hadden, die had daar wel mee te maken. Dus wij hadden inderdaad een podcast, zagen elkaar dus ook regelmatig om mensen te interviewen. Wij interviewden mensen die hun moeder waren verloren over wat ze nog hadden willen vragen voor haar dood. Ook met het idee om daar een boek van te maken. En ik ging me steeds meer voor mijn moeder schamen. Zij postte online best wel vaak linkjes en dingen tegen de overheid en tegen de regels van de pandemie. En dat ging steeds verder. Ook wel in het in complotten. Van chemtrails tot antivaccinatiedingen. Chemtrails was voor mij nieuw hoor trouwens. Maar dat is als je een vliegtuig ziet en je ziet zo die... Witte sporen. Witte sporen. Dat je denkt dat daar inderdaad een soort van vergif... Het is natuurlijk niet goed wat eruit komt. Hè. Laten we dat wel weten. Maar dat je denkt dat daar iets extra's in zit. Zeg doelgericht vergif verspreiden. Zeg maar. Dat is de gedachte dan. Ja. Ja. Mm-hmm. En zij deed dat steeds meer. En omdat wij ook zakelijk met elkaar verbonden waren... ontstond daar een soort discussie steeds. En toen heb ik haar gevraagd van... Goh, wil je dat alsjeblieft niet meer op Facebook doen? Op LinkedIn doen? Wat je op Facebook doet, dat vind ik prima. Maar LinkedIn is een zakelijk platform... Ik wil dat niet. En het voelde ook alsof ik eigenlijk in onze winkel heel hard aan het werk was. En zij buiten stond te flyeren tegen de overheid en tegen corona en tegen alles wat er speelde. En dat voelde niet goed. Dus daar zijn de eerste discussies begonnen, zeg maar. Mm. Naast dat ik het ook echt wel onprettig vond dat ze heel vaak op gekke tijden ook linkjes begon te sturen en mails en smeken of dat ze ons alsjeblieft niet wilden laten vaccineren. En toen heeft ze die afspraak meerdere keren gebroken tot een punt dat ik een keer boos ben geworden van ja... Nou doe je het weer. Hè? En hier heb je alle keren dat je beloofd hebt om het niet te doen. Waarom zou ik je nu nog geloven? Mm-hmm. En toen heeft ze me geblokkeerd op WhatsApp. Met de boodschap dat ze zich door niemand wilde laten muilkorven. En ook niet door mij. En ja, daar is het eigenlijk misgegaan. Dus toen we lijken op elkaar ook ontzettend, heb ik dat teruggedaan. En vervolgens hebben we een periode van 10 maanden geen contact met elkaar gehad. Zo. Bijna een jaar. Bijna een jaar. Je beschrijft ook heel beeldend hoe dat gebeurt. Je zit in de auto, je bent op vakantie met je vriend. Je had beloofd niet op je telefoon te kijken. Klopt. Je ging eventjes de boekcovers checken. Ja. En tada, daar was iets van je moeder. Ja. En je werd gezogen weer in die... Ja, wat is het eigenlijk? Bezorgdheid misschien wel. Ja, boos en bezorgdheid, denk ik. Dus, ja. En ook wel gewoon, verdomme, je houdt je niet aan de afspraak. Dus ik voelde me ook een beetje de boze manager met een ongehoorzame werknemer. Terwijl het gewoon mijn moeder was. Ja. En de intentie achter die podcast altijd goed was. En die deed het ook heel goed. Ja. Dus ik vond het ook jammer dat ik dacht, al de moeite die we daarin gestopt hebben. En dat we best wel flink wat luisteraars hadden. Die voelden een soort van teniet gedaan. Doordat zij steeds gekke dingen op het internet ging verspreiden. En we ook wel zagen dat mensen... dat gingen ontvolgen en doen. En dat was gewoon niet fijn. Nee. En de ironie is, volgens mij, dat die podcast ontstond... dat jouw moeder was eventjes ernstig ziek. Ja. Of eventjes, dat maak ik ervan. Maar in ieder geval, dat is een klein stukje in het boek. Hè? Ja. Jij zat aan haar ziekbed, eigenlijk overweldigd door emotie. En dacht, mijn hemel, ik dreig mijn moeder kwijt te raken. Ja. En dat is gelukkig is ze goed hersteld, als ik het goed begrijp. Hè? Ja, en, klopt. Maar dat besef deed jou, deed een eigenlijk een heel mooi idee ontspruiten. Laten we samen een podcast maken voor mensen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. Of maar zeg het eens, hoe het was. Ja, we interviewden mensen over wat ze nog hadden willen vragen aan hun moeder. Ja. Voordat ze overleed. En ik ging ook met mijn moeder in gesprek over vroeger. En dingen die ik wilde doorgeven aan, of die ik nog gebruik, huisregels en dergelijke. Ja. Met het idee ook om een boek te schrijven van alles wat je aan je moeder wil vragen voordat ze er niet meer is. Vanuit de gedachte ook, je moeder is de eerste relatie in je leven. En die is gewoon heel bepalend voor de blauwdruk van wie je bent. Of je nou wil of niet, zeg maar. Dat doet iets. Of de relatie nou goed is of slecht is. Het is het zet een
bepaalde toon. Ja. En dat is inderdaad heel ironisch dat onze podcast was. Vanuit mijn angst om haar kwijt te raken. En dat ik er vervolgens alsnog ben kwijtgeraakt. Nou, ja. Inderdaad. Want kan het leven toch rare wendingen nemen. Ja, inderdaad. Oké, dus je was elkaar 10 maanden kwijt. Ja. Ik hoor ook... Ik krijg de indruk van 2 eigenlijk best wel bezorgde vrouwen. Jullie waren allebei bezorgd over de ander. Ja. Maar ook wel koppig en boos. Ja. En niet herkend voelen in jouw stuk, van jouw deel van het verhaal. Hè? Ja. 10 maanden geen contact. Nu is er weer contact en er is een boek geschreven. Ja. Hoe heeft dat boek jullie relatie veranderd? Het boek is eigenlijk heel verbindend geweest. Ja? Ik ben tijdens het schrijven van het boek misschien wel voor het eerst echt in de schoenen van mijn moeder gaan staan. Ben haar ook andere vragen gaan stellen van, goh, hoe was het dan dat je ging protesteren op de Dam en waarom deed je dat eigenlijk? En toen bleek ook dat het beeld wat de media schetste van een boze menigte die op potten en pannen sloeg, helemaal niet aansluit bij haar beleving van hoe dat het daar was. Zij vond het warm, zij vond het fijn, zij vond het verbindend. Mm-hmm. En ja, dus het boek is dat ook wel geweest voor ons, dat ik me in haar verplaatst heb. En het was heel therapeutisch om het te schrijven, om überhaupt die hele tijd weer terug te halen. Dus het heeft heel veel zelfreflectie gevraagd, eigenlijk van de hele familie. Mijn broertje en zus hebben ook geholpen met het boek. Dus mm-hmm. Die hadden nog WhatsApp-berichten en screenshots en dingen doorgestuurd om allereerst in de fase van reconstructie die tijdlijn helemaal correct te krijgen van wat is er nou precies gebeurd. En ja, jij had een stuk verwijderd. Ik had alles verwijderd, inderdaad. Ja. Maar mijn zus had alles bewaard, dus dat heeft heel erg geholpen. Ja. En dat is het eerst geweest. Het is eerst een fase van reconstructie geweest van hoe is het eigenlijk gegaan. Mm. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik opnieuw het bericht las waardoor wij contact zijn verloren. Dus het LinkedIn-bericht, zij deed een repost van iemand. Mm-hmm. Wat ertoe leidde dat ik zei, hey, dat zou je niet meer doen en dat mijn moeder mij blokkeert. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat ik dacht, is het hier nou om stuk gegaan? Maar het ging me toen niet eens zozeer om de inhoud van het bericht, maar meer om het breken van de afspraak. Ja. Maar het was echt heel confronterend om daar zo op terug te blikken. Ja. Ja, voor ons alle 2. Ja, ja. Dus het was therapeutisch, zeg jij, het schrijven van het boek. Hoe heeft het jou als mens veranderd? Ik denk dat ik nog meer geleerd heb om dat je op welke situatie dan ook kan in- en uitzoomen, zeg maar. Dus je kan er helemaal ingezogen worden en je kan er ook daarna weer boven hangen en kijken van, hé, wat gebeurt er hier eigenlijk? Mm-hmm. Ja, ik ben me wel meer in gaan leven in mijn moeder. En het grootste inzicht, of een van de inzichten die ik er ook uitgehaald heb, is dat ik denk, ja, mijn moeder doet het ook maar voor het eerst. In de zin van, vroeger dacht ik altijd, als je moeder bent of vader, for that matter, maar dan ben je een soort alwetend medium waar je alles aan kan vragen van, moet ik vandaag een jas aan tot, moet ik deze baan wel of niet aannemen of zo. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk geen opleiding of zo om moeder te worden. Ik zie dat nu ook bij vriendinnen van mij die kinderen hebben. Je doet eigenlijk maar wat. Ja. En mijn moeder is voor het eerst moeder van een 31-jarige Marten. En ik ben met veel meer compassie naar haar gaan kijken. Dat ik dacht, ja, ze doet het ook maar voor het eerst. Dus ook deze hele situatie en die pandemie en alles, ja, dat was voor haar net zo nieuw als dat het voor mij was. Ja. Dus ja, het boek is ook wel een pleidooi voor empathie en zelfreflectie, maar vooral ook voor het verplaatsen in de ander. Ja, ja. En over jouw moeder als opvoeder. Je schrijft in het begin van het boek heel mooi de verschillende versies van je moeder. Ja. Dat vond ik echt al ontroerend om te lezen, omdat je het zo heel zintuigelijk rijk beschrijft. En ja, jouw moeder deed dingen waar ik als ouder echt respect voor heb. Ja. Namelijk om 21:30 s'avonds gewoon de router eruit trekken, omdat ze vond dat jullie boeken moesten lezen. Klopt, ja. Dat vind ik best wel een dapper, hoor. Want als ik dat had gedaan, was het huis te klein geweest, denk ik. Andere maar tijd natuurlijk, jaren 90, maar dat zou kunnen, ja. Maar goed, ik voel me dan een beetje een laffe vader. Want ergens had ik dat ook wel willen doen, misschien, die router eruit trekken. Ja. Dus ik krijg ook wel de indruk van een hele dappere moeder. Zeker. Ja, ja. Ze weet gewoon heel goed wat ze wil. En dat wist ze ook met haar kinderen. Dus zij was natuurlijk alleenstaande moeder. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel jong was. Mm-hmm. En zij had echt wel een hele sterke visie op ouderschap. Ja. Dus van beperkte schermtijd tot aan beperkte internettijd. Daarnaast heel veel creativiteit. Mijn moeder is coupeuse, kan ook heel veel mooie kleren maken. En daar hebben we ook altijd heel veel plezier mee gehad. Dus dat we zijn heel ontzettend creatief opgevoed eigenlijk. En daar alle 3 ook heel blij mee. Dus dat vonden we toen natuurlijk heel stom, die router die eruit ging. Ja. Maar we zijn wel alle 3 hele belezen
mensen geworden daardoor. Dus dat heeft ze goed gedaan. Creatief, belezen en, ja, en ook wel eigenlijk autonoom. Want jullie zijn alle drie zelfstandigen. Klopt, ja. Ja. Dat is ook, dat zie je ook niet in elk gezin. Dat elk kind voor zichzelf begint. Ja. En ook nog hele mooie dingen produceert. Want nou, jij schrijft boeken onder andere. Je geeft ook training. Je traint schrijvers volgens mij. Ja. Wat doe je nog meer? Soms geef ik ook nog salsa les onder hetzelfde KVK-nummer. Maar ik doe van alles inderdaad. Ja. En mijn broertje is acteur. En mijn zus die heeft ook een eigen bedrijf. En die doet ook redactiewerk onder andere. Dus dat alle drie heel creatief. Dus we kunnen over je moeder zeggen wat we willen. Ze heeft in ieder geval drie hele mooie kinderen. Creatieve, zeker, zelfstandige, mooie mensen afgeleverd. Ja. Goh. Hey, en ik wil heel veel tegelijk vragen. Misschien is het aardig als je een stukje voorleest. Ja, zeker. Zou je dat willen doen? Om hier liggen. Oh. Mama heeft niet door dat ik even in gedachten was verzonken. Ze praat nog steeds over de politiek. Ik probeer mijn moeders monoloog over Trump af te kappen. Het is een bewolkte dag vandaag, hè, mam? Zou het niet fijn zijn als de zomer nog een beetje doorbreekt dit jaar? Nee, lieverd. De wolken zijn de wolken niet. De wolken zijn de wolken niet. Dat zit zo. De overheid manipuleert het weer. Door middel van geoengineering en cloud seeding leggen ze een soort dekentjes om de aarde om ons te overtuigen van klimaatproblemen die er helemaal niet zijn. De wolken zijn eigenlijk chemtrails. En de zon wordt dus gereguleerd door de overheid. Want ze kan door de chemtrails niet meer vrij schijnen. Toen ik vanochtend omhoog keek, zag ik ze nog strepen trekken in de lucht. Ik slik en onderdruk een zucht. Ik sta naar buiten en bekijk de figuren in de grijze lucht. Ooit leerde ik van haar dat dit de wolken waren. Als kind leer je van je ouders hoe de wereld in elkaar zit. Hun normen en waarden vormen de bril waardoor jij naar de wereld kijkt. Technisch gezien zijn we nog steeds op dezelfde planeet, maar we kijken niet meer met dezelfde bril. Ik leer om me te verhouden tot de vrouw die mijn moeder geworden is, hopend om hier en daar een glimp te vangen van wie ze ooit was. Dat zonnetje is wel fijn, hè? Mama en ik liggen intussen in de zonneweide na ons eerste rondje in de sauna. Ik doe één oog open en kijk opzij om te zien hoe mama in haar naakje van de zon geniet. Even is alles als vanouds. Over één ding zijn we het gelukkig nog eens. Achter de wolken, nee, de chemtrails. Nee, achter die witte dingen in de lucht schijnt nog altijd de zon. Wat mooi. We hadden het in het voorgesprek even over toen we deze passage selecteerden. En toen kwamen we samen tot de conclusie dat deze passage staat eigenlijk symbool voor het hele boek. Ja, klopt. In die zin dat waarom we uiteindelijk gepolariseerd zijn of zo uit elkaar gedreven zijn, is ook dat we een hele tijd elkaar probeerden te overtuigen van ons eigen gelijk eigenlijk. Dus als je deze passage even als voorbeeld pakt, dan hadden we een hele discussie aan kunnen gaan over zijn het nou wolken of chemtrails. En uiteindelijk leer ik dat je kunt uitzoomen en ook kunt denken, waar zijn we het nog wel over eens? Dat is de lucht en de dingen zijn wit. En jij ziet een chemtrail, ik zie een wolk en dat is oké. En dat het ook oké is om het niet altijd eens te zijn. Waarom vinden mensen dat toch zo moeilijk? Ik denk dat dat te maken heeft met een gevoel van veiligheid ook. Dus we hebben als mensen allemaal verschillende basisbehoeften. Die ga ik hier niet theoretisch allemaal heel erg uitleggen. Maar een van die basisbehoeften is veiligheid. En ook erbij horen is ook echt een basisbehoefte. En we willen ons ook afstemmen op de ander. En als we het oneens zijn, dan kan er ook een soort angst en gevoel van onveiligheid bestaan. Omdat je bang bent wat dat betekent. Of dat je dan misschien niet meer bij elkaar hoort. Of misschien niet meer in dezelfde in hetzelfde huis kan wonen. Of in dezelfde tribe kan zitten. En als kind heb je natuurlijk ook je ouders daadwerkelijk nodig om te overleven. Dus dan is het heel belangrijk dat je erbij hoort. En die menselijke behoefte die houden we. Ondanks dat we misschien op een dag op onszelf gaan wonen. En onze eigen kinderen krijgen en ons eigen systeem creëren. Vinden we dat erbij horen wel heel belangrijk. En ik denk dat dat het moeilijk is om het oneens te zijn, omdat je dan met elkaar eerlijk moet zijn over dat je misschien niet allemaal bij dezelfde dingen hoort. En het dan ook maar de vraag is, zijn er dan nog dingen of momenten waar we elkaar nog wel in kunnen vinden?
Ja. En welke advies is misschien te plat, maar wat zou je mensen aanraden die op dit moment iemand, een dierbare, niet zien door polarisatie? Dan heb ik allereerst een poëtische intermezzo op. Dat is het gedichtje wat ook voor in mijn boek staat van Anne-Sophie Oudman. En dat is: wanneer je ondanks de verschillen met je medemens verbindt, ga je voor wat we hetzelfde willen, namelijk dat de liefde wint. Dus het zoeken naar de empathie en de verbinding en de overeenkomsten, ook al zijn er verschillen, dat is heel moeilijk, dat is niet makkelijk. Maar dat maakt in ieder geval in mijn geval dat ik me wel nog tot mijn moeder heb kunnen verbinden. En bij ons kwam er ook een punt dat het verlangen naar verbinding groter werd dan de frustratie om de verschillen. Maar dat kan best even duren. Wij hebben er 10 maanden over gedaan. Ja. Dus dat het is ook belangrijk dat je daar klaar voor bent. En dat je ook iets doet, want die boosheid die je voelt omdat je het oneens bent, ja, daar moet je wel iets mee, vind ik persoonlijk. Dus ik heb dat wel onderzocht met mezelf en met een haptotherapeut en met mijn omgeving. Dus ik heb het niet op mijn moeder gebotvierd. Klein beetje wel, zoals je in het boek kunt lezen, maar grotendeels niet. En ik ben dat wel een plek gaan geven voor mezelf. Ja. En daarna kon ik me weer met haar verbinden. Zo. Als je dat niet had gedaan, was dat misschien ook niet gelukt? Ja, dat denk ik, ja. Ik heb wel echt, ze staat ook in mijn dankwoord, ik heb heel veel gehad aan mijn haptotherapeut, Helene heet ze. Die heeft me daar wel ontzettend bij geholpen, ja. Want het doet ook pijn om het niet eens te zijn, of er misschien niet meer bij te horen, of om je te verhouden tot een nieuwe versie van die ander. Ik las laatst ergens in een boek heel mooi: houden van is rouwen van. We zijn als mensen continu in ontwikkeling, dus de persoon die ik nu ben is anders dan de persoon van 10 jaar geleden. En daarmee maak je dus eigenlijk elke keer een soort rouw mee, zeg maar. En daar hebben we niet echt taal voor in de Nederlandse cultuur. In de Japanse cultuur heb ik dat geleerd, daar hebben ze dat daar wel voor. Maar dat is wel heel belangrijk om je steeds opnieuw tot elkaar te verhouden. En de moeders die ik in de proloog beschrijf, dus ik doe een soort van opsomming van alle moeders die ik heb gekend. Daar heb ik ook allemaal afscheid van genomen, want ze zijn er nu niet meer. Nee. En eigenlijk zou het andersom ook heel gek zijn als mijn moeder zou zeggen: ach Marten, je was zo'n leuke peuter. Kan je niet gewoon een peuter blijven? Ja. Want daar heb je geen grip op. Dus je hebt ook steeds weer afscheid te nemen van dat iemand verandert. En dat doen we continu. En als volwassenen misschien net iets minder zichtbaar dan als kind. Mm-hmm. Als kind gaat dat wat sneller. Maar houden van is rouwen van. Dus je moet je steeds opnieuw tot elkaar verhouden. Ja. En daar zit misschien ook wel de sleutel in: het contact met de mensen met wie dat je meningsverschillen hebt. Is niet dat je die frustratie die er is, die is er volgens mij ook vaak omdat je denkt: het is niet meer hoe het was. En ik vond hoe het was juist heel prettig. En tegelijkertijd kan je dat dus niet forceren. Dus de vraag is: kun je elkaar opnieuw ontmoeten in de veranderde persoon die je alle twee geworden bent? En misschien is het antwoord nee. Ja, dat is heel pijnlijk. Maar dan is het ook goed om dat te nemen. En dus ook volgens mij zit het ook een heel groot stuk in het loslaten van: ik wil terug naar hoe het was. Ja. En dat heeft mij ook wel tijd gekost. Ja. Ja, heel begrijpelijk. En je noemde net even Japan. Ik moet denken aan een boeddhistische uitspraak: impermanence. Dat is eigenlijk geen uitspraak, maar wel een belangrijk principe in het boeddhisme. Ja. Dat niks is onveranderlijk, eigenlijk. Of anders gezegd, het enige wat onveranderlijk is, is de verandering zelf. Want alles verandert. En ook wij mensen. Ja. En dus hebben we ons inderdaad voortdurend opnieuw te verhouden tot die ander. Ja, en als er dan zoiets heftigs, ongrijpbaars, alles beheersends gebeurt, dan kun je elkaar zomaar kwijtraken. Hebben jullie elkaar eerst weer gevonden voordat het boek er kwam? Of vonden jullie elkaar door het boek? Nee, we hebben elkaar wel eerder weer gevonden. Ja. Ja, dus toen de tijden dat ik dat essay schreef, toen was het weer goed tussen ons. Okay. Maar toen zaten we wel in de fase die ik in mijn boek gedoogbeleid noem. Dus dan hebben we net weer contact met elkaar. En dan voelt het wel alsof we op eieren lopen. Omdat we ook bang zijn dat het weer stuk gaat, zeg maar. En dat heeft best een tijd geduurd. En eigenlijk door het schrijven van dit boek zijn we in een nieuwe fase terechtgekomen, waarin dat gedoogbeleid er niet meer is. En waarin we gewoon elkaar weer kunnen zien en elkaar kunnen laten. Dus het is een nieuwe fase wel in de zin van dat we niet meer op eieren lopen. We kunnen niet meer met elkaar lachen. En ik heb nu niet het gevoel alsof er dingen zijn die we ontwijken. Mm. Ja. En het was wel even zo. Het was wel even zo, Je hebt misschien al dingen genoemd, hè? Je bent zelf in therapie gegaan. Je hebt ongetwijfeld heel veel op jezelf gereflecteerd. Wat heeft nog meer geholpen om weer elkaar te vinden?
ook wel het feit dat mijn vriend, die miste mijn moeder eerder dan dat ik haar miste. Dus ik weet nog dat ik op een dag in de keuken het avondeten stond te maken. En dat hij zei, ja, wanneer ga je nou het eens goed maken met je moeder? En toen werd ik heel boos, omdat ik dacht, ja, de bal ligt bij haar. Zij heeft mij geblokkeerd. En zij begon daarmee. Toen moest hij uiteindelijk huilen. Werd heel verdrietig, omdat hij zei van, ja, maar je ontneemt mij nu ook een moeder. En toen realiseerde ik me voor het eerst dat ik dacht, wow, polarisatie is nooit tussen twee mensen. Mm. Het is altijd een heel systeem wat verstoord wordt. Of het nu in een familie is, of in een organisatie, of in de maatschappij. Dat vond ik wel heel groot inzicht. Dat ik dacht, wow, dat was totaal niet mijn bedoeling. En natuurlijk mogen jullie gewoon met elkaar afspreken en koffie drinken en doen. En dat hebben ze toen ook gedaan. Maar mijn moeder was dus bang. Die miste hem ook, maar die was dus bang dat ik dat niet goed zou vinden. En mijn vriend, die was bang dat de relatie met mij een voorwaarde was voor de relatie met hem, zeg maar. Voor mijn moeder. Ja. En die hebben elkaar eerder teruggevonden dan ik en mijn moeder. Waren ze elkaar überhaupt kwijt? Nou ja, een tijdje wel. Want toen ik mijn moeder niet sprak, heeft hij haar ook een tijd niet gesproken. Ja. Okay. Dus omdat hij loyaliteit voelde met jou? Of? Omdat ze denk ik alle twee niet uit durfden te reiken. Oh, ja. En ook wel een tijd dachten van, ja, het zal heus wel snel goed komen. En dat is wel iets wat ik ook geloof, dat hoe langer je uit elkaar bent, hoe moeilijker het is om elkaar weer te vinden. Want de drempel wordt eigenlijk alleen maar hoger, omdat je ook ziet dat je prima zonder die ander kan. Ik leerde op een gegeven moment dat ik dacht, ja, ik heb haar niet meer nodig. Mm. Ik ben gewoon onafhankelijk, zelfstandig. Ja. En technisch gezien kon ik prima zonder haar. Ja. Dus dan is het ook moeilijker om... En ik had rust uiteindelijk. Dus toen ik haar de hele tijd niet zag, was lastig. En uiteindelijk na therapie en zo ook vond ik rust. Mm. Dan is het ook die rust die je inlevert op het moment dat je weer uitreikt. Want je weet niet of dat het wel of niet goed gaat en zo. Die rust kan dan zomaar weer verstoord worden. Kan verstoord worden. Dus dat is dan ook weer een keuze die je moet maken. Ja. Ja, ja. Goh. Ik kijk even naar mijn vragen, want we hebben dit natuurlijk een beetje voorbereid. Ja, Marten, jij pleit ervoor om het woord wappie niet meer te gebruiken. Klopt. Vertel. Ja, ik heb mijn moeder zo genoemd, want de media gebruikt dat woord ook. Hè. Sterker nog, de media doet dat nog steeds. Toen Joep van het Hek recent een theatertour heeft afgeblazen omdat hij ziek was. Toen kwam de dag erna in de krant dat de wappies zich zorgen maakten over zijn gezondheid. En toen heeft hij die ook uitgelachen en zo. Heel polariserend artikel. Mm. En ik pleit er inderdaad voor om dat niet meer te gebruiken. Omdat je door iemand in een hokje te stoppen de ander eigenlijk niet meer goed kan zien. Dus vanaf het moment dat ik mijn moeder wappie ben gaan noemen, zet ik iets tussen ons in. Dus ik merkte ook dat ik haar hele seal of approval, zeg maar, veel minder serieus nam. En dat ik haar ook minder ging bellen op het moment dat ik dat vroeger wel deed. Dus ik stelde haar mening gewoon veel minder op prijs. En het heeft haar natuurlijk ook heel erg pijn gedaan. Dat sowieso. Het begon een soort van grappig. Van, oh, je bent ook zo'n wappie. Maar dat is natuurlijk niet leuk als je kinderen in zo'n hokje plaatsen. Ja. Het is heel polariserend. En wat er ook gebeurt is dat je, als je iemand in een hokje stopt, ga je ze ook allerlei eigenschappen toebedelen die misschien helemaal niet kloppen. Mm. Dat is, om het heel plat te zeggen, gewoon ruis in de verbinding. En dat moet je niet willen. Ja. 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 De werkelijkheid wordt er heel zwart-wit van, hè, terwijl die dat natuurlijk nooit is. Nee, precies. Mm. Maar dat geldt dan waarschijnlijk ook voor het woord schaap. Zeker, ja. Ja, ik schrijf in mijn boek ook, polarisatie is een soort cirkel. Want de mensen die wij wappie noemden, die noemden de mensen die gevaccineerd waren de schaap. Mm. Terwijl ook daar weer heel veel verschillen in zijn. Ja. Dus ik denk dat het goed is om waakzaam te zijn op polariserende taal. Mm. Omdat je een soort bewustzijnsvernauwing krijgt op het moment dat je iemand in een hokje plaatst. Ja. Mooi pleidooi. Ik kan me wel in vinden. Maar niet makkelijk ook, want woorden flap je eruit voor je door hebt. Hè? Dus het vraagt best wel bewustzijn om bepaalde woorden niet meer te gebruiken. Ook sowieso in deze tijd waarin we, denk ik, collectief ook wel opnieuw naar taal aan het kijken zijn. Zeker, ja. Ik vergelijk het nu ook wel eens met dat je vroeger had je een chocolade soort van koekje met schuim erin. En dat noemden we heel lang de negerzoen. Mm-hmm. Dat is nu veranderd. En dat vonden mensen niet leuk. Mm-hmm. Maar daar zijn we intussen wel weer aan gewend. Nu heeft het, volgens mij heet het nu gewoon zoenen of chocoladezoenen of zo. Mm-hmm. Dat is ook wat verandering is. Hetzelfde met Zwarte Piet, die we voortaan Regenboogpiet, of in ieder geval het gros van de mensen, Regenboogpiet gedoopt hebben. En dat kost tijd en moeite, maar uiteindelijk wen je er ook weer net zo makkelijk aan. Dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja. Ja, dit houdt het mij ook wel bezig. Ik probeer erop te letten en ik merk ook dat het heel vaak fout gaat. In ons voorgesprek nog, zei ik er straks, iemand op zijn blauwe ogen geloven. Of welke kleur dan ook, voegde ik eraan toe. Ja. Alsof je alleen maar mensen met blauwe ogen zou moeten geloven. Nou, die hebben wij allebei niet. En volgens mij geloven we elkaar. Maar sommige uitdrukkingen zitten gewoon in onze taal. En pas als ik ze mezelf hoor zeggen, denk ik, oh, wacht even, Van de Pluim. Ja.
Ja, en ik denk dat dat is net als met alles. Dat je eerst soort van bewust onbekwaam wordt. Dat je denkt, oh kijk, dan doe ik het weer fout. Ja. En als je daar dan echt op gaat letten, dan wordt dat steeds makkelijker. Dus waar ik in het begin wel ook zelf nog het woord wappie gebruikte. Ik heb ook, fun fact, voor dit boek had ik tegenlezers. En toen heb ik echt iemand gevraagd ook. Marcia Pinedo was dat. Van goh, kijk eens waar ik nog polariseer in de tekst. En die heeft er toen ook best wel wat dingetjes uitgevist. Mm. En dat heeft me ook weer geholpen om mijn taal nog inclusiever te maken. En daar nog meer mee op te letten. Ja. En uiteindelijk is dat ook leuk. Dus ik zie het ook als een soort speurtocht. Dat als ik het nu iemand hoor zeggen, dat ik denk, yes, die kan ik even iets leren over hoe gevaarlijk taal kan zijn. En hoe polariserend dat het kan zijn. Ja. Ja, mooi. Ja, we raken nu ook even het thema diversiteit en inclusie aan. Even een klein zijpaadje wat ik leuk vind om te delen. Een tijdje terug was ik op een boeddhistische retraite en daar werd een workshop gegeven door een vrouw, een Turkse vrouw, die daar vaker workshops over geeft. Een soort van specialisatie van haar. En daar ging het over hoeveel categorieën er eigenlijk wel niet zijn om elkaar op in te delen en ook jezelf op in te delen en waar schaamte bij kan komen kijken, maar ook oordeel. Dat waren er maar liefst 19. En wat ik daar zo mooi aan vond, was dat iedereen kon wel iets vinden waar die zich voor schaamde of waar die wat verdelend zou kunnen zijn. En dat maakte opeens heel als een soort gelijkmaker. We hebben allemaal wel wat. Ja, mooi. Ja, dus ik ben een lange witte man. Ja. Nou, dat je zou kunnen zeggen, nou, dan heb je al aardig wat vinkjes. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld geen rijbewijs. En daar schaam ik me voor. Ja. Nou, is dit niet een big deal? Dat weet ik ook wel. Maar door bij dit soort dingen stil te staan, kan ik me opeens voorstellen dat iemand anders die ook iets niet heeft wat hij wel zou willen hebben of waar hij zich voor schaamt, dat het pijnlijk kan zijn of dat je kleiner kan maken dan nodig is. Ja. En dat vond ik zo tof. We ontdekten daar dus bij elkaar met mijn helemaal 19 dingen. Dus ook familiegeschiedenis. Heb je 1 of 2 ouders gehad? Ik ben opgegroeid met een stiefvader. Ja, je bent alleenstaande moeder. Dat is iets. Hoe veilig ben je gehecht? Ja. Intelligentie, lichamelijke mogelijkheden. Nou ja, ik weet het niet, al 19 jaar op mijn hoofd, maar het waren er zoveel dat ik dacht, oh, dat is eigenlijk ook wel mooi om er zo naar te kijken. En natuurlijk wegen bepaalde dingen zwaarder. Dat wil ik absoluut niet. Ik wil ze niet allemaal gelijk trekken. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat er ook systemische verschillen zijn die veel zwaarder wegen dan anderen. Dus dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar het maakte wel dat ik als witte man iets meer nuance ging zien, zo. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik dat goed. Waar ik naartoe wil. Maar hoe resoneert dit bij jou? Het doet me ook wel denken aan. Ik was een tijdje terug naar een avond van Roxane van Ieperen, die het prachtige boekje Eigen Welzijn Eerst schreef. Daar was ik ook. Oh, ik weet niet of het is op dezelfde plek in Vredenburg. Maar oh ja, ik was in Zwolle. En wat ik heel leuk vond, is dat je van tevoren een kleine enquête kreeg met wat vragen. Of dat je hoger of lager opgeleid was. En of dat je eerder naar Oerol of naar de Formule 1 zou gaan. Ja. En zij openden de avond met de uitslag van die enquête. En de boodschap van, hey, we zitten vanavond in een bubbel. Het publiek waar ik toen zat was vooral hoger opgeleid. En zou eerder naar Oerol dan naar de Formule 1 gaan. En dat vond ik zo'n groot inzicht. Mm-hmm. Ik was met een vriendinnetje en ik zeg, wow, ik realiseer me gewoon nu dat ik inderdaad ook in mijn privéleven best wel in een bubbel zit. Mm-hmm. Gros van mijn vrienden is hoger opgeleid. Mm-hmm. Gros van mijn vrienden is wit. Ja. Dus dat bewustzijn van in welke bubbel zit je en in hoeverre leidt dat tot bewustzijnsvernauwing als je kijkt naar de wereld, dat vind ik wel heel mooi. Mm. En ik ben me sinds die avond ook wel vaker gaan afvragen van, oh ja, in wat voor bubbel bevind ik me nu? Mm. En dat is natuurlijk ook het gevaar met algoritmes en dergelijke en social media. Daar zie je ook steeds meer, je ziet wat je leuk vindt en waarom dat je op dat platform blijft plakken. Waardoor je misschien, als je van katten houdt, op een gegeven moment alleen maar kattenfilmpjes ziet en bewijzen van op een dag denkt, bestaan honden nog? Ik weet het niet, ik zie ze nooit. Mm. Dus daar zitten ook gevaren aan, zeg maar. Dus zeker. Dat. Mooi, nou, snel terug naar je boek, Marten, want daarvoor zitten we hier bij elkaar. Waarom is het eigenlijk belangrijk om over polarisatie te praten? Goeie vraag. Ik denk dat er was dus een potje 2023 van de Sieren. Mm-hmm. We noemden hem net al kort van, ben je een discussie aan het winnen of een geliefde aan het verliezen?
Dat kwam eigenlijk, prachtige reclame trouwens, maar die kwam eigenlijk best wel laat. Ja. Toen waren er al heel veel mensen hun geliefde verloren. Mm-hmm. En wat je ziet is dat daar nog weinig taal voor is. Dus dat is waarom ik dit boek ook heb geschreven. En ik denk ook dat er ook veel mensen zijn die in de fase van gedoogbeleid zijn blijven plakken. Dus die zeggen, oh, ik vind het eigenlijk ook heel lastig, maar we hebben het er gewoon niet meer over. En die eigenlijk op eieren lopen als ze bij elkaar zijn. En dus niet helemaal zichzelf meer kunnen zijn. En dat is heel vermoeiend. Dus ik gun mensen ook, dus mensen die elkaar, ik gun mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt, die als de liefde er nog is, dat ze elkaar weer terugvinden. Mm. En ik gun mensen die in die gedoogbeleidfase zitten ook, dat ze gewoon weer meer zichzelf kunnen zijn. Ja. Want het is heel vermoeiend om je steeds aan te moeten passen aan het idee wat je denkt dat de ander van jou wel of niet heeft. En om als het ware terug te gaan in een oude versie van jezelf. Je kan het ook al met een computer vergelijken. Hè. Die moet af en toe geüpdate worden en dan gaat het allemaal sneller en beter. Het is ook heel vervelend als je dan soort van de Windows 1 versie aan moet zetten, omdat je naar die ene tante of oom gaat of vriendin die zo anders naar de dingen kijkt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we praten over polarisatie. Ja. En dat als we dat doen en dus ook dit soort gesprekken met elkaar kunnen voeren. Van hey, het woord wat je nu gebruikt, wappie, dat is polariserend. En mm-hmm. misschien kun je dat beter niet meer doen. Dat we hopelijk beetje bij beetje ook zoveel mogelijk polarisatie natuurlijk de wereld uithelpen. Dat is natuurlijk de allergrootste droom die ik ermee heb. En ik weet ook dat dat niet van de een op de andere dag gebeurd is. En wat ik ook in mijn boek schrijf. Polarisatie stop je door te stoppen met polariseren. Dus dat begint bij jezelf, bij je taal en bij de manier waarop dat je wel of niet naar de wereld kijkt. En als jij dat doet en dat een beetje doorlekt in je omgeving en steeds meer mensen gaan dat doen, dan wordt het misschien minder. En kunnen we ook in ieder geval met elkaar over in gesprek gaan. Ja. Ook als we anders over dingen denken. En dat betekent dat je niet inhoudelijk in discussie gaat. Waarom zeg je links en ik zeg rechts? Maar meer over de emotie die eronder zit. Mm. Jeetje, het feit dat jij naar links wilt, terwijl ik naar rechts wil, ja, dat baart me zorgen. Want wat betekent dat voor ons? Gaan we elkaar dan nog ontmoeten ergens? Of is het hier klaar? En ik denk dat het belangrijk is dat we die gesprekken met elkaar aandurven gaan. Ook omdat het heel gezond is om het soms met elkaar oneens te zijn. Wrijving maakt glans. Ja. Als ik het niet met mijn moeder oneens was geweest, dan was dit prachtige boek er niet geweest. Mm. En ik geloof dat daar ook hele goede ideeën ontstaan, doordat je het soms ergens niet mee eens bent. Ja. Dus als je alleen maar in zo'n echokamer bevindt met alleen maar dingen waar je het wel mee eens bent en mensen met wie je het wel eens bent in je bubbel, ja, dan leven we straks allemaal in een eilandjescultuur die ontzettend gepolariseerd is. Ik denk niet dat fijn is. Ik ben het hartstochtelijk met je eens. Dus als ik het mag samenvatten, probeer nou de inhoud. Daar kun je het over hebben uiteraard, maar laat die inhoud alsjeblieft niet je relatie definiëren, want je bent als mens al groter dan je inhoud. Maar met elkaar, als je een relatie hebt met een dierbare, dan is dat eigenlijk zoveel groter en belangrijker en mooier dan welke inhoud dan ook. Ja, precies. En ik kon me niet verbinden tot de informatie waar mijn moeder tijdens de pandemie af en toe mee kwam. Mm-hmm. En daarmee wees ik ook haar emoties af. Mm-hmm. Maar ik kon me wel verbinden met de angst die zij voelde. Ja. En dat zij gewoon slecht sliep omdat ze zich zorgen maakte over de gezondheid van haar kinderen. Ja, dat vond ik natuurlijk vreselijk. En de ondertiteling van alles was liefde. Ja. Ze houdt van ons en daarom wil ze dat het goed met ons gaat. En daarom wil ze ons waarschuwen voor de dingen die zij denkt dat er op dit moment spelen. Ja, in de wereld. Ja. Ja. Misschien een gekke vraag, Marten, maar wat was de rol van vergeving in dit hele proces? Wat een mooie vraag. Ja, die is wel groots geweest. Ja. Ja, in het hoofdstuk, dat staat ook in mijn boek. Ik bied op een gegeven moment als eerste mijn excuses aan eigenlijk voor dat ik het woord wappie heb gebruikt. Mm-hmm. En dan stiekem ook wel in de hoop dat mijn moeder met haar eigen mea culpa komt over het feit dat ze mij geblokt heeft. En dat gebeurt niet. Oh, wow. Ik omschrijf dan ook, omdat dat niet gebeurt, heb ik bijna de neiging om mijn eigen sorry weer in te trekken. Mm. Dat ik denk, ja, maar als jij dat niet, dan wil ik dat ook niet. Ja. En daarin leerde ik van, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Ik kan alleen maar verantwoordelijkheid nemen voor mijn gedrag en mijn belevingswereld. En je kan een sorry niet afdwingen. Dus als iemand die niet voelt, kan je op je kop gaan staan, maar dan krijg je het niet voor elkaar. En dat vond ik wel lastig. Dus ik heb dat, toen ik het boek voorlas, ik heb het helemaal aan haar voorgelezen voordat het uitkwam. Zo. Weet ik nog dat ik heel zenuwachtig was met het hoofdstuk sorry. Omdat ik dacht van, oh, nu gaat ze ook die belevingswereld van mij erover horen. Ja. En toen was er ergens ook weer de hoop van, misschien dat ze dan nu zegt, oh, ik heb daar nooit mijn excuses voor aangeboden, voor de blokken, sorry. En dat gebeurde wederom niet. Ja. En dat was toen ook wel fijn of zo, dat ik wist, oké, dat gaat gewoon niet komen. En hoe ga ik me daartoe verhouden? Dus ik kan ook wel, naast dat ik heel erg in mijn gevoel kan zitten, kan ik ook in de soort van introspectiemodus schieten van, oké, that's interesting. Dat voelt vervelend. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dat een plekje geven? En dan is het ook weer kiezen voor de liefde. Ik kan nu een soort van
muurtje om mijn hart heen zetten van jij hebt geen sorry gezegd, dus dan vind ik je minder lief. Mm-hmm. Maar dat kost veel meer energie als dat ik gewoon door die emoties heen ga en denk oké, laten we ons richten op morgen in plaats van op het verleden. Ja, ja, ik vind je daarin echt een voorbeeld, Marten. Ik zeg dat omdat ik het zo mooi vind dat je je cirkel van invloed pakt. Ja. Met vallen en opstaan en nog steeds heel menselijk, zeg maar. Maar jij gaat in therapie. Jij zegt sorry. Ja. En natuurlijk hoop je dan ook op een sorry van de ander, wat zo ja, menselijk is eigenlijk, om dan die wederkerigheid te verwachten of zo. Hè? Ja. Maar dan ook die zoektocht als je dat niet krijgt. Ja. Ja, en dan blijkt ook of het een echte sorry was of niet. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Het doet me denken aan je kunt geven om eigenlijk toch iets terug te verwachten. Of je kunt echt geven om het geven. En ik zeg dit niet als wijze goeroe die alleen maar van het laatste doet. Want ik herken het enorm. Ja. Maar ik geloof wel dat verschil bestaat. En dat er een heel puur geven bestaat en een voorwaardelijk geven. Misschien wel onvoorwaardelijk en voorwaardelijk. Mm. En dat, ja, dat het ja, gewoon heel, heel mooi en knap is als je als mens een onvoorwaardelijk sorry kan zeggen of een onvoorwaardelijk iets kan geven. Dat misschien ja. al pure liefde is. Ja, zeker. En uiteindelijk is het ook weer interessant dat ik zou bijna een sorry afdwingen omdat mijn beleving van haar actie heel zwaar voelde. Mm. En tegelijkertijd is haar motivatie achter het blokkeren was dat ze zei, dat was zelfbescherming. Mm. Ik voelde me gemuilkorfd en ik voelde aan dat het een heel vervelend gesprek ging worden. Dus ik dacht, ik kap het even af. Ja. Ja, moet ze daar sorry voor zeggen? Dus je hebt eigenlijk geen invloed op hoe jouw actie op iemand overkomt, zeg maar. Dus zij staat nog steeds achter die actie. Mm. Mm. En dat het mij heel veel pijn gedaan heeft, dat is mijn pijn, zeg maar. Daar is zij uiteindelijk ook niet verantwoordelijk voor. Ja, ja, ja. Maar goed, dit klinkt heel makkelijk nu, hè. Maar dat vergt wel enige, wat ik zei, een hoop haptotherapie. Ja, ja, ja. Ik moet ook een beetje aan de cursus in wonderen denken. Ken je, zegt dat je wat? Het zegt me wel wat, maar ik heb hem niet gelezen, nee. denk ik. Het is nee, een boek, volgens mij. Ja, ik denk dat het boek bij heel veel mensen in de kast staat zonder dat ze hem van uit iets verleden hebben. Ik heb hem staan, voor laatst weer beter gepakt, 1400 pagina's. Oh ja. Dus die lees je ook niet zo even. Ik ben er nu wat podcasts over aan het luisteren. En ik word vooral heel blij wat andere mensen die daar zich in hebben verdiept, wat die erover zeggen. Mm, yeah. En een van de dingen die dan wel eens gezegd wordt is eigenlijk elke uiting van de mens is ofwel een uiting van liefde of een schreeuw om liefde. Mooi. Ja, en iets anders wat over de cursus, iemand de cursus wordt vaak gezegd door kenners, wordt gezegd is dat vergeving is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je als mens kan doen. Om zelf schoon te worden van alle ballast die je meedraagt. Ja. Ook jezelf vergeven misschien wel voor dingen die je achteraf betreurt of anders had willen doen. Speaking of, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd als je het over kon doen. Zou je dingen anders doen en zo ja wat? Uiteindelijk is het hele filosofische antwoord nee, want dan was dit boek er niet geweest en dan zaten we hier vandaag niet. Maar ik kan oprecht zeggen dat ik met de wijsheid van toen de keuzes heb gemaakt die ik toen wijs vond, zeg maar. Ja, ja. Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat we op een gegeven moment gestopt zijn met praten met mijn moeder en gestart zijn met praten over mijn moeder. En dat is wel iets waar ik nu heel erg op let. Mm. En zelfs ook, ik heb laatst een soort mededeling gedaan ook naar mijn broertje en zus, alweer een tijdje terug, maar rond dit boek zo. Dat ik zei, ik ga voortaan alleen nog maar mijn eigen verhalen vertellen. Dus ik ga niet praten over. Dus als er iets is gebeurd daar en daar in de familie, dan is het aan hen om dat te vertellen. Dan ga ik me daar niet mee bemoeien. Mm. En laten we niet roddelen. Mm. En laten we gewoon onze eigen verhalen vertellen. Dus dat is er eentje. Dus praten met in plaats van praten over. Ja, en ook wel daarin dat ik... wij zijn op een gegeven moment gestopt met luisteren naar mijn moeder, omdat we haar irritant vonden. En daarmee, dat is natuurlijk ook een soort van afwijzing die je dan doet. Dus ik ben nu wel als mens denk ik meer opener geworden, dat ik dacht, oké, ik hoef het niet met je eens te zijn. Maar laat ik wel eens luisteren naar jouw belevingswereld. Want die belevingswereld, die interesseert me wel. Ja. Dus toen ik met mijn moeder in Bali was, had zij nog steeds Telegram op haar telefoon staan. Die ging ook regelmatig af. En toen heb ik ook wel eens gevraagd van, goh, hoe voelt het nou? Je ligt hier aan een zwembad in Bali, prachtige weer, prachtig alles. En
de hele tijd die pop-ups, krijg je daar geen stress van? Mm. Toen heeft ze ook gezegd van ja, het is eigenlijk wel vervelend. Ik zeg, ja, je kan de notificaties ook uitzetten. Toen heeft ze die uitgezet. Dus dat niet omdat het was niet mijn plan om haar Telegram te laten verwijderen of zo. Maar het was wel heel fijn dat we daarover in gesprek konden. Dus niet per se over de berichten die Telegram plaatste, maar wel over ja, wat doet het nou met je? En hoe ga je om met moderne media? Ja, dus die is ook wel belangrijk. En verder, ja, ik zou denk ik meer tot 10 tellen en zo, zeg maar. Dus ik heb haar geblokkeerd. Ik voelde ook, dat was echt uit boosheid. Mm-hmm. Ja, en keuzes die je uit boosheid maakt zijn niet, vaak niet de beste keuzes. Nee. Dus ergens een nachtje over slapen, dat is wel heel... ik doe dat nu wel vaker, denk ik, sinds dit hele proces. Dus ik heb wel ook meer geleerd om met boosheid om te gaan, denk ik. En om ergens een nachtje over te slapen. En ook meer mijn verantwoordelijkheid te nemen voor mijn emoties die van mij zijn en niet de verantwoordelijkheid van de ander om dat op te lossen. Ja, ja. Mooi. Nou weet ik dat jij ook een mooie oefening hebt meegenomen. Zeker. Is dit een goed moment? Ja, dat is misschien wel mooi. Ik ga hem een klein beetje toelichten vooraf. Want ik heb natuurlijk veel onderzoek gedaan eigenlijk als ervaringsdeskundige naar polarisatie. En ook waarom dat we polariseren. En wat je ziet in deze liminale tijd, zoals antropologen dat noemen, een soort tussentijd waarin er heel veel verandering is en waarin we vaak van het een naar het ander gaan. Of het nu politiek is of met klimaat of met wat voor thema's dan ook. Is het dat vaak een gevoel van onveiligheid kan veroorzaken. En een van de basisbehoeften van de mensen, ik zei het er straks al, is ergens bij horen, maar ook veiligheid. En wat je vaak ziet is dat mensen, bijvoorbeeld in de coronatijd, er niet meer bij hoorden omdat ze geen QR-code hadden. En dan is het dus eigenlijk ook niet zo gek dat ze op zoek zijn gegaan, dat heeft mijn moeder ook gedaan, naar een plek waar ze er wel weer bij hoorden. En op basis daarvan heb ik een oefening bedacht, die dus eigenlijk gaat over de veiligheid vinden in jezelf. En dat is een korte geleide meditatie. Het is niet altijd makkelijk om je af te sluiten voor de input van buiten. En met alles wat er nu in de wereld speelt, kun je je soms, of misschien zelfs regelmatig, onveilig voelen. We gaan daarom nu een korte oefening doen om je daarbij te helpen. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Wiebel even op je stoel en zorg dat je echt lekker zit. En laten we dan even 3 keer diep ademhalen. In en uit. In en uit. En de laatste keer in en uit. Denk aan een plek waar jij je helemaal fijn voelt. Misschien ben je in jouw eigen huis of op je favoriete vakantieplek. In de tuin of in een lekker warm bad. Of lang uit op de bank. Het is jouw plek. Neem plaats op deze veilige plek. En adem nog eens diep in en uit. Vul nu in gedachten de ruimte met fijne dingen. Je favoriete zachte trui. Je lievelingsdrankje. Een dier dat je lief vindt. De bloemen die je mooi vindt. Hier ben je veilig. Hier kun je jezelf zijn. Alle ruis van buiten valt als regen op een paraplu langs jouw veilige plek. Dit is jouw plek. Hier ben je veilig. Beeld je nu in dat er een deur verschijnt. Loop er naartoe en open de deur. De deur brengt je terug naar het nu. Naar de plek waar je deze podcast luistert. Je ademt nog eens diep in en uit. Leg nu je handen met de palmen naar boven op jouw schoot. En beeld je in hoe er licht en liefde in en uitstroomt. Je geeft en je neemt. Je creëert en je ervaart. Breng nu langzaam je handen naar je hart. En weet dan, deze plek is er altijd. Deze plek zit in jou. Wat er buiten ook gebeurt. Je kunt hier altijd naartoe. Hier ben je veilig. Adem nog een laatste keer diep in. En uit. En open dan langzaam je ogen.
Wauw, wat een gave meditatie. Dank je. En wat ben je toch wel een creatief mens. Dat je gewoon dan, want je bent helemaal geen meditatieleraar volgens mij. Nee, maar totaal niet. Het is voor het eerst dat ik dit doe. Het is een soort van test. Ik wil hem op mijn boekpresentatie ook gaan doen. Dus ik dacht even kijken, even testen op Serge hoe dat hier valt. Goeie repetitie. Ja, heel fijn, heel fijn, heel mooi. Ja. Nou, ik hoop dat het voor de luisteraar ook een fijne ervaring was. We hebben nog een klein kwartiertje, Marten. Dus we hebben nog wat vragen staan. Je hebt een nieuw woord uitgevonden. Klopt, ja. Polarisatiepijn. Yes. Wat betekent dat woord? Polarisatiepijn is de pijn die iemand voelt tijdens het toenemen van spanningen en tegenstellingen in of het verbreken van een persoonlijke relatie. En die pijn die is een mix van verdriet, boosheid, machteloosheid, heimwee en houden van. En het woord polarisatiepijn, dat komt voor in mijn boek. En ik heb daar ook echt over nagedacht van, ja, wat is het precies dat je voelt? Het is anders dan heimwee alleen. En het is een soort cocktail. Dus toen dacht ik, laat ik daar eens een officiële definitie voor bedenken. Ja. Ja, heel gaaf. Hij allitereert ook lekker natuurlijk. Precies. Zoals ken wisken de polarisatiepijn. Wie weet ooit, ja. Ja, wat cool. Het zou eigenlijk wel mooi zijn als die in de Dikke Vandalen kwam. Daar zijn we mee bezig. Oké, wordt aan gewerkt. Zo, en zou je kunnen zeggen dat die meditatie van net, dat een soort medicijn is als het ware voor polarisatiepijn? Ik denk dat de meditatie meer gaat over het vinden van een veilige plek in jezelf. Dus eigenlijk, die gaat misschien meer over, dat is ook wel polarisatiepijn. Hoeft niet altijd te zijn met een persoon misschien, maar ook met bijvoorbeeld de samenleving. Of dat je denkt, het kabinet maakt nu keuzes waar ik me totaal niet in kan vinden. Dus het is een oefening om de veiligheid in jezelf, allereerst in jezelf te vinden. En ook dat het goed is om te weten dat die daar is. En dat je het niet altijd buiten jezelf hoeft te zoeken. Ja. Wat ik zo wonderlijk aan jou vind, is je bent 31. Wat in mijn ogen, ik ben 54, ik had je vader kunnen zijn. Hè, dus dat is diep jong voor mijn gevoel. Dat je zo wijs bent. Dank je. Waar heb je dat vandaan? Onder andere door mijn moeder. Nee, mijn moeder is een hele wijze vrouw en heel spiritueel. En die heeft ons daar wel veel van meegegeven. En ja, jongens, dan toch die router eruit trekken om 8:30 in de avond. Ga je kinderen even boeken lezen? Wordt ze ook wel slim van. Beste mensen met kinderen, die horen het. Trek die router eruit. Nee, ik zeg dat ook omdat heel veel van wat jij eigenlijk leeft en ook wel predikt met in de goede zin des woords, doet mij denken aan acceptance en commitment therapy. Ja. Zoals het eigenlijk het vinden van een veilige plek in jezelf, dat komt ook wel voor in de zelfcompassietraining. En maar in act zie je dat ook wel. Ja. Maar ook wel het zijn met pijn. Hè? Alleen al het feit dat je een woord bedenkt voor polarisatiepijn. Wat ik echt van act en mindfulness geleerd heb, is dat wij mensen kunnen leren om te zijn met pijn. Zeker. Ja, en ook als je iets een naam geeft, dan kan je er ook beter mee omgaan. Dat helpt ook. Dus, name it to tame it. Ja, dus dat... mooi. Ja, dus dat is denk ik ook heel goed. En dat heeft mij ook geholpen dat ik op een gegeven moment ook gewoon in de war was van wat voel ik nou precies. En ik kon het niet duiden. En toen ik daarvoor ben gaan zitten, dacht ik, het is eigenlijk dit en dit en dit en dit. Ja, hoe noem je dat dan? Nou, polarisatiepijn. Ja, en misschien zijn dat ook wel de lastigste emoties die... Dit en dit en dit emoties. Hè, waarbij het eigenlijk een mix is van dingen. En dat kan heel verwarrend zijn. Ik bedoel, als je boos bent, ben je gewoon boos. Dan kan je nog zeggen, ik ben boos. Maar als je zoveel dingen, zoveel tegenstrijdige gevoelens ook. Ja. En houden van. En heimwee. Wat was het nog meer? Machteloosheid. Ja, er zit zelfs een soort van polarisatie inderdaad in die emotie. Dus het zijn bijna ook tegenstellingen die je voelt. Want hoe kan je nou en boos zijn en houden van. Ja. Een heimwee hebben, maar je ook machteloos voelen. Dus dat is ook wat het zo ingewikkeld maakt. Ja. Goh, nog even iets anders. Maar je hebt overwogen om je boek onder een pseudoniem te schrijven. Ja. Dat heb je niet gedaan. Nee. Vertel. Dat is een hele lange eigenlijke overweging geweest. Mm-hmm. Ik heb er van alles mee gedaan. Een horoscoop op aangevraagd. Moet ik dat dan wel of niet doen? Dat is wel intens allemaal. Ja. Ik ben ook als sterrenbeeld weegschaal. Dus ik ben ook heel erg van twijfelen en oneindig lang afwegen. Mm. Maar ik vond het ook wel heel spannend. Want ik ging me ook verdiepen. Toen ik mijn boek heeft in deel 1 en 2 steeds de coronatijdlijn. Kleine stukjes tekst van de website van de overheid. Om even aan te duiden ook van waar zijn we in het verhaal. Mm-hmm. Hadden we een avondklok, waren er mondkapjes.
En toen ging ik terug in de tijd naar alles wat er toen gebeurd is. En dan lees je ook over dat er mensen met fakkels en hooivorken bij Femke Halsema zijn gaan staan. En dat vond ik wel spannend, dat ik dacht, hoe krijg ik dan die groep mensen over me heen? Want dat lijkt me heel onprettig. Ja. En toen was ik al best wel ver met het schrijven van het boek. En ik weet nog dat ik bij mijn uitgever op het tekenmoment van mijn contract, dat was dus eigenlijk best wel laat, omdat ik het zo snel schreef. Mm. Toen zei hij van, ja, ik twijfel toch nog, ik neig toch naar de pseudoniem. En toen zei de uitgever, Marcella, heel mooi van, ja, maar als jij niet over dit onderwerp durft te praten, wie gaat het dan doen? Want als je een pseudoniem hebt, dan moet je je verstoppen. Ja. Dan gaan mensen over het boek praten in plaats van met jou praten. En dan kan je nergens ondertitelen en toelichten, zeg maar. Ja. En toen voelde ik ook dat ik dacht, ja, als ik het onder pseudoniem zou doen, dan is dat een keuze vanuit angst en niet vanuit liefde. Mm. En ik heb ook al met mijn moeder ook natuurlijk gepraat van, goh, wat vind jij ervan? Die heeft me daar heel erg vrij in gelaten. Maar we hebben wel alle twee heel bewust gevoeld, wij gaan een offer brengen. Mensen gaan hier iets van vinden. Ja. Ik doe echt een flink boek open over mijn familiegeschiedenis. Dus het is echt heel veel echt privé dingen, persoonlijke dingen die staan in het boek. En we zijn ook bereid om dat offer te brengen, zodat we hopen dat mensen over polarisatie en over polarisatiepijn gaan praten. Dus het is wel een hele bewuste keuze. En het is tot op heden goed opgepakt in de media ook. En ik ben ook heel blij dat ik die ondertiteling kan geven en dat ik het gesprek daarover aan kan gaan. Want een boek in zijn eentje kan dat niet, zeg maar. Nee, nee. Ja, maar dat wel, ik vond het wel heel spannend. Ja. Ja, en nog steeds waarschijnlijk. Ik vind het nog steeds wel spannend, inderdaad. Ja, ik had vorige week mijn eerste haatmail van iemand. Die was boos aan de hand van een artikel van de NRC. Wat grappig was, want het was voordat mijn boek echt uit was. Dus die had het boek ook nog helemaal niet gelezen. En dat vond ik ook wel pittig. Dat ik dacht, mensen gaan allerlei aannames over me doen, terwijl ze me niet kennen, nooit gesproken hebben, op basis van één artikel. Terwijl er is nog zoveel meer en er is ook nog het boek. En wat die persoon nog niet heeft kunnen lezen. Ja, nee. Maar dat is ook een kwestie van loslaten. En uiteindelijk, wat ik grappig vond met het schrijven van dit boek, ik had 10 tegenlezers, of 14 in totaal, over het hele spectrum van waar ze in geloven, niet in geloven, waar ze stonden. En ik kreeg hele mooie reacties dat de ene helft zei, jeetje, je zal maar je moeder zo kwijtraken, wat heftig. En de andere helft die zei, jeetje, je zal je kinderen maar zo verliezen, wat heftig. Dus uiteindelijk geloof ik ook dat wat je leest altijd meer zegt over de lezer dan over de schrijver. Ja. Dus het zegt ook weer iets over de bril waarmee de persoon die het leest naar de tekst kijkt, zeg maar. Ja. En het is een emotioneel onderwerp, dus dat mensen er boos van worden of verdrietig of zo, dat is logisch. En tegelijkertijd kreeg ik in diezelfde week een heel leuk bericht van iemand die had me op Facebook gevonden. En die zei, goh, ik las het artikel in het NRC, dat vond ik best wel polariserend. En voordat ik je boek koop, vraag ik me af, in hoeverre is jouw boek polariserend? En ga je echt de dingen van alle kanten bekijken? Want als dat wel zo is, dan koop ik hem. Dus dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Dat ik dacht, oh, die doet geen aanname en die komt het even checken. Ja, en dat was iemand die jou niet kent. Die mij niet kent, nee. Wat gaaf. Vond ik heel mooi. Ja. Ja, leuk gesprek mee gehad ook. En hij ging het lezen. Dus dat is, Want het antwoord op die vraag is volgens mij dat jij echt je uiterste best hebt gedaan om een niet polariserend boek te schrijven. Zeker, ja. Ik neem je wel mee in deel 1 en 2 in hoe boos dat ik was. En daar gebruik ik inderdaad ook woorden als de fucking wappies en dat soort dingen. Maar dat is alleen maar om aan te tonen hoe schadelijk dat eigenlijk was. Dus later in het boek reflecteer ik daar ook op. En neem ik mijn volledige verantwoordelijkheid over dat ik ook dingen niet handig heb aangepakt. Ja. Maar het boek aan zich is verbindend inderdaad en niet polariserend. En ik neem eigenlijk ook nergens stelling in over wat nou wel of niet waar is. Nee. Maar ik praat meer over de emoties die je voelt op het moment dat je daarover in discussie bent. En wat er waar is, dat laat ik in het midden. Ja, ja. Ja, ongelooflijk creatief en vooral dapper. In ACT noemen we dat de toegewijde actie. Dus als je je waarden helder hebt, daarop handelen, ook als het spannend is. Ja, dat is iets wat nastrevenswaardig is als je een rijk, vitaal, betekenisvol leven wil leiden. Mm-hmm. Nou, volgens mij doe jij dat als geen ander. Ja, we gaan langzaam zeker richting afronding. Als mensen nou jou op dit moment zich herkennen in je verhaal en misschien nog niet die dierbaren hebben teruggevonden, waar of bij wie kunnen ze dan terecht? Dat is wel leuk om te vertellen. Aan het eind van het boek staat er een stukje geschreven door Marie Broekman. Een van de founders van Root, een platform voor holistische
zorg. Mm-hmm. Die heeft een stukje geschreven over hulp bij polarisatiepijn. Dus ik had ook nagedacht van oké, dat boek is leuk. Maar wat nou als je daar echt mee struggelt en je wil iets? Dan kan het boek misschien wel helpen, maar misschien is er wel meer nodig. Mm-hmm. En zij heeft eigenlijk als eerste het thema polarisatie en polarisatiepijn geadopteerd. Mm-hmm. En ook therapeuten gevonden die bereid zijn om zich daarin te verdiepen. En ook mensen met polarisatiepijn te helpen. Dus als je naar de website gaat van Root. En dat schrijf je met R-O-O-T. Ja, okay. Dan staat daar bij thema's polarisatie. En heb je dus ook een scala aan therapeuten die, die je daarbij kunnen helpen. Dus mijn boodschap is inderdaad, als je echt voelt dat de polarisatie pijn je belemmert. Zoek om hulp. Sowieso ben ik heel erg voorstander dat in een interviewer zei laatst, oh, je boek is eigenlijk een soort pleidooi voor therapie. Dat is het zeker. Ik ben daar heel erg fan van om iemand te zoeken die de space holdt als jij met jezelf in de knoop zit en je helpt om dat uit te pluizen. Dus als je er zelf niet uitkomt, zoek hulp. Kan via een therapeut, maar kan ook met iemand anders die er voor je is en naar je luistert terwijl jij je verhaal op tafel legt. Ja, prachtig. Wat fijn dat daar een plek voor is. Ja. En ik kan me voorstellen dat daar eigenlijk heel veel vraag naar is. Zonder dat mensen misschien beseffen dat het een naam heeft en dat je daar ook hulp voor kan zoeken. Ja, ik heb zelf toen ik zo met mijn moeder in de knoop zat ook wel gegoogeld van is hier iets specialistisch voor? Dat bestond nog niet. En ik had al een hele fijne hoop de therapeut die toen zei van we gaan dat gewoon aan samen. En dat heeft ook heel goed geholpen. Maar ik vond het wel fijn ook om mensen ook een plek te kunnen bieden of daar mijn bijdrage aan gedaan te hebben. Dat er echt een plek is. Ja. En dat je erop kan googlen en dat je daarmee aan de slag kan. Super. Noem nog één keer de titel van het boek, Marta. Ik wil gewoon mijn moeder terug. Ja, en de ondertitel? Hoe we elkaar kwijtraakten door polarisatie. Prachtig. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Op mijn LinkedIn. Eigenlijk Marta Walter. Oké. Ja. Je hebt ook een website, toch? Ik heb ook een website, maar dat is echt iets wat al heel lang voor construction. Dat moet nog een keer opgepoetst worden. En ik ben nu heel druk met het promoten van een boek. Oh, ja. Dus het makkelijkste is LinkedIn, inderdaad. Oké, helemaal goed. All right. Marta, het mogen duidelijk zijn dat jij de wereld mooier maakt. Dat hadden we in episode 48 ook al ontdekt. Ik wil het nog een keer zeggen. En beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren tot het einde als je dit hoort. Jij maakt de wereld ook mooier, dat weet ik zeker. Ga er vooral mee door en dan wordt elke dag de wereld een stukje mooier.